So there is a physical control here. A physical control, actually, it is part of the de mensen, de natuurkracht, de natuurkracht, dokter Lee, de toer to de visie, de intense massa, de moeder, de hardcore Ik ben een alternatief geneesheer, een kruidenkenner, een psycholoog, een bemiddelaar. Ik doe ook liefdespsychologie. Wat wij doen, we verdelen wat voedselpakketten. We zijn begonnen met 1000. Het is niet veel, maar geloof mij, met zo'n voedselpakket kunt u 5 dagen mee. Waarom doe je dit? Dit zit gewoon in mijn bloed. Mijn moeder heeft het gedaan, mijn oma heeft het gedaan, mijn opa heeft het gedaan. We hebben geleerd om elkaar te helpen. We geven niet omdat we hebben, maar we geven omdat we weten hoe het voelt om niets te hebben. En natuurlijk hoop ik dat anderen ook zo'n initiatief kunnen nemen, organisatie of wie dan ook, om de mensen te helpen. En, want daarna kunnen we naar een beter Suriname als iedereen blij is. Ja. Want het leven in Suriname momenteel is heel zwaar. Is heel zwaar. Maar hoe wordt dit betaald, 1000 pakketten? Dit komt uit mijn eigen zak. We verkopen natuurlijke producten. De mensen kopen het. En 60% van onze inkomsten geven we terug aan de gemeenschap. Dus het komt gewoon puur uit ons eigen zak. We vragen geen enkel organisatie. We vragen ook geen steun. Het enige wat we van de mensen vragen, volg de Facebookpagina De Natuur Heeft Kracht. En De Natuur Heeft Kracht. Beste volgers, we kunnen maar dit jaar zo kon lukken als een dressie. Speciaal in haar winkel kon lukken verschillende als een dressie. Natuurlijk, als de mensen de ossodressies kopen van ons, de verschillende ossodressies, kunnen we veel meer doen voor de gemeenschap. Want ik hoop ook dat ik bij de verschillende districten dit kan doen. Want in het verleden, wat is gebeurd? We gingen de fever medicine verdelen, maar we werden stopgezegd door de politie, de districtscommissaris. Ik werd ook zelf vernederd in Albina. Ook zelf weggejaagd, snapt u? En ik hoop niet dat de overheid mij gaat stopzetten om dit te doen voor mijn volk. Want mijn mensen hebben honger. Thank you. Die fever dingens, is dat die COVID-thee? De Super Fever Medicine is een natuurlijk product om uw immuunsysteem te boosten. Het helpt bij griepsoorten, tegen virussen, het boost uw immuunsysteem ook bij potentie. En vele mensen hebben het gebruikt toen ze besmet waren en ze zijn van genezen. Maar ik heb het niet daarvoor gemaakt. Het is net een simpel voorbeeld als paracetamol. Als u hoofdpijn, u drinkt het, u heeft buikpijn, u drinkt het. Maar het is niet daarvoor gemaakt. Terwijl paracetamol 9 buisluiter heeft. Maar de Super Fever Medicine heeft geen buisluiter. Het heeft geen bijwerking. Het is ook niet overdosis. U mag gebruik van maken hoeveel u wilt. Dit is wat ik verkoop, maar ik ga die kleine ook halen. Dit is de Super Fever Medicine. Dit is de 1 liter verpakking. En we hebben ook 250 ml. Die geven we gratis aan de gemeenschap. Tot nu toe in Suriname hebben we meer dan 565.000 flessen gratis weggegeven aan de gemeenschap. Dit is de kleine verpakking die we hadden verdeeld. Meer dan 500.065 flessen Super Fever Medicine. We kennen allemaal de eerste golf, we kennen allemaal de tweede golf in Suriname. Er zijn duizenden mensen naar ons toegestroomd om de Fever Medicine te halen. Omdat ze weten dat het helpt. En
aan het werk. Jammer van de overheidszijde, ze hebben dit project gewoon stopgezet. Hardhandig stopgezet. De politie heeft opgetreden, de districtscommissaris heeft opgetreden. En let wel, ik ga niet opgeven. Ik ga doorgaan om mijn volk te helpen, om Suriname te helpen. Want er zijn duizenden mensen die achter mij staan en ik kan ze niet in de steek laten. Hij is een beetje ijs, want het is bevroren. Ja, lekker. Mensen kunnen een keus hebben. En alles maar een goede spoiling. Deze mensen gebruiken natuurproducten, like miso. Ja? Dat is maar dat moet kiezen kans ook doen. Ja? Want aan natuur ben je voor de chemical. Uit aan natuur de chemical is vervallen. Dus als ik zeg, luister, ik gebruik dat residu en het werkt voor mij. Ja, dan om kiezen kans dat hij. Ik ben helemaal eens met u. Het moet kunnen, een vrije keus hebben. Want het gaat om natuurproducten. Die van Suriname. Ja. Er zijn geen bijwerkingen, maar no bijwerkingen als dat is nog puur natuur. Jesaja 38 vers. Ik kan wel lezen ook toe. De natuur heeft kracht naar God om creëren. Dat ook aan mij deze uiting. Dus mensen, dringen deze wat is ik hier. De supervivor medicine. De booster je immuunsysteem. Je weerstand. Zo schreef je wat die suikerziekte also deze. Wat hoge bloed also deze. Wat epilepsie also deze. Wat nier aan. Aandoening also dresi, we up hard aandoening also dresi, we up phone dresi, we up superman batragi ala de mansa vliegtuig de vrij bumoro. Door een lab of zo, het echt werkt. De minister heeft de kruidenkenner opgeroepen om hun producten te laten testen. We zijn geweest bij de farmaceutische instituut. We zijn daar aangekomen, er is niet eens een formulier daar. Suriname komt niet eens voor op die sheet, want ze importeren alleen chemicale tabletten en andere medicijnen van het buitenland. Dus het was nieuw daar bij de farmaceutische industrie. En ik ben bereid om mijn producten te laten testen. Wij zijn Surinamer, waarom stimuleert u de kleine ondernemer niet? Wij zijn bereid om het te laten testen. En ik ben wel teleurgesteld in de overheid. Omdat er zijn Surinamers die bepaalde gaven hebben, die bepaalde talent hebben en die worden niet ondersteund. Wij worden gewoon geboycott. En een ander middel dat wordt gemaakt van het buitenland, die wordt geprezen juist door de overheid. En ik vraag me af, what's the goal about it? Maar de gemeenschap heeft de fever medicine nodig. Het is goed tegen verschillende aandoeningen. Ik heb zelf van volgers gehoord dat ze hebben gebruik van gemaakt. Het heeft hun nieren gereinigd bij longinfectie. We hebben ook een feverhoestdrank. En de kankerpatiënten hebben het baat aan. Dus ik vind het wel jammer van de overheidszijde dat ze dit project hebben stopgezet. En het voelt, ik mag mijn mening geven, het voelt gewoon aan dat de overheid, de hele apparaat tegen mij. Zo voel ik aan bij mij. Super fever medicine, I booster je immuunsysteem, je weerstand. En alle biggie dat rasaptak, je immuunsysteem, boom, you know, kan. Siki net robi je zomaar, korsu net robi je zomaar. Isabi da luku met dringen, soru unutak met dringen.